Hallo, welkom bij 123 e-learning en vandaag zullen we spreken over de werking van Teams. Het kan gebeuren dat het Microsoft Teams logootje al op uw desktop staat. Zo niet, hoort het zeker ook bij de online versie van Office 365. Klik nu op Microsoft Teams en het programma opent zich. Maar wat is nu eigenlijk Microsoft Teams? Microsoft Teams zal een en ander voor jou organiseren. Verder zal hij je ook in staat stellen om online lessen of vergaderingen bij te wonen. Eenmaal Microsoft Teams geopend is, zie je links in beeld activiteit, chat, Teams, opdrachten, agenda, oproepen, bestanden, en dan nog drie puntjes waarmee dat we nog extra's kunnen installeren. De meest belangrijke als leerling om les te volgen zijn de chat. Daar kun je onderling met elkaar binnen het team chatten. Het icoontje van Teams zal je uiteindelijk toelaten om je keuze te maken bij welk team je hoort. Dit kan zijn je klas, maar het kan ook zijn van de afdeling. Het kan zelfs dus noods van een sportclub zijn. Bij opdrachten zullen we jou de opdrachten toekennen. Hier zit het organisatorgedeelte. Namelijk, je opdrachten zullen op tijd verschijnen, maar zullen ook vereisen dat je deze op tijd indient. Je kunt tegelijk ook zien of dat de opdrachten al dan niet nagekeken werden en of er de punten toegekend werden. In het geval je klikt op agenda, zal je ook zien wanneer er opdrachten voor jou gepland stonden en kan je ook zien wanneer er online lessen gepland staan. Op het tijdstip van het moment van de online lessen klik je op deelnemen en dan kom je in een ander scherm terecht. Eenmaal je op deelnemen geklikt hebt, krijg je nu een scherm te zien met de weergave van jouw webcam. Dus je ziet ook je eigen beeld daar staan. Je kunt de webcam aan- en uitzetten, maar voor de lessen houden we deze steeds aan. Er staat ook nog een schuifbalkje die de mogelijkheid biedt om de achtergrond te vervagen of eventueel te vervangen door een andere achtergrond. Dat kan niet bij alle computers. En ook de microfoon kan je aan- en uitzetten, maar hier in dit scherm hoeven we dit nog niet te doen. Bij aangepaste installatie kan je zelfs kiezen welke microfoon en welke webcam je wenst te gebruiken, mocht je met meerdere exemplaren werken. Klik je op nu deelnemen, dan krijg je een groter scherm te zien. En van het moment dat je de muis beweegt, zie je nu een aantal icoontjes verschijnen in een balk. Links staat het icoontje van de camera. Hiermee kan de webcam aan- en uitgezet worden. Dan uiteindelijk de microfoon. En de microfoon kan ook uitgezet worden en dat raad ik ook aan tijdens online lessen, zolang je niets wenst te zeggen. Want enig achtergrondgeluid zal dus telkens storen en als we met meerdere in zo'n vergadering of online les zitten, betekent dat het al snel een chaos wordt. Het vierkantje met het pijltje die naar binnen wijst, biedt u de mogelijkheid om uw scherm te delen. Staat er nog elders een programma open los van Teams, dan kan je dit programma nu delen met de ander. De drie puntjes zijn niet onbelangrijk, want daar zitten een aantal instellingen die je kan wijzigen als je dit nodig zou hebben. Zoals weer al een andere microfoon of andere webcam aanspreken. Je kunt notulen maken, dus je kunt notities maken. Je kunt ook een volledig scherm gaan openen. De achtergrondeffecten gaan wijzigen. Ondertiteling inschakelen, een toetsenbord inschakelen. Ook niet onbelangrijk is wel eens een opname van de les doen, zodanig dat je die achteraf opnieuw kan bekijken. En dan de inkomende video uitschakelen, bijvoorbeeld omdat je die storend vindt of omdat je internet een beetje traag is en daardoor de videostreaming niet vlot kan volgen. Heel belangrijk vormt het handje, ook in klas. Uit beleefdheid moeten we onze hand opsteken en het woord vragen. Dit is hier niet anders.
Ook hier steek je je hand op en zal uiteindelijk de organisator of de moderator van het gesprek zal dan in dit geval jou het woord geven. Je kan ook het gesprek weergeven. Als je in het gesprek weergeven klikt, dan zal je dus aan de rechterzijde ook een vergaderchat zien. Dit is een chat waarbij dat dus meerdere mensen in die vergadering deelnemen aan notities hebben toegevoegd. Onder andere wordt dit gebruikt wanneer dat je microfoon niet werkt. En dan alle deelnemers weergeven. Hier kan je dus weergeven wie allemaal deelneemt aan deze les. En dan ophangen, het telefoontekentje toont uiteindelijk dat je wenst te stoppen met deel te nemen aan deze chat. Goed, verder uiteindelijk hebben we nog bestanden zitten onderaan. Bij bestanden kunnen we dan ook in de SharePoint van die welbepaalde team, kunnen wij dan ook bestanden gaan opvragen. Zo, dit is in grote lijnen dus wat Teams voor jou kan betekenen. Wat hebben we hieruit geleerd? Teams is een organisator. Hij gaat dus bepaalde zaken organiseren, zoals bijvoorbeeld de opdrachten op tijd aanleveren en dan ook kijken dat jij de opdrachten op tijd indient. En anderzijds is het een communicator of een communicatietool. En dit betekent dat je de chat toelaat, dat je kunt chatten met elkaar, dat je videoconferencing toelaat, oftewel online lessen met een camera. En dat je ook via de agenda alles voor jou laat zien hoe dat je dus die zaken kunt regelen. Zo, dit is in grote lijnen wat Teams voor jou kan betekenen.